Goeiedag! Ik ben al sinds 8 uur al wakker. Heb heerlijk geslapen vannacht. Was bezig vannacht met video's editen en zo. Dus heb weer een video erop geplaatst. En ik ben de hele morgen al bezig geweest met mailtjes versturen, met bellen. Ik heb niet zoveel gebeld eigenlijk. Ik heb meer mailtjes verstuurd naar bedrijven. En ik ben ook aan het kijken naar eventuele andere producten en zo. En een beetje kijken voor inspiratie en zo. En ik ben nieuw producten aan het ontwerpen en zo. Die binnenkort weer komen en zo. Maar dat is een verrassing. Dat is een verrassing, man. Dat is een verrassing. Dus komen binnenkort weer nieuwe producten in de lijn. Maar ik mag niet zoveel erover vertellen, dus jullie zien het wel wanneer jullie het zien eigenlijk, dat is het. En die barcode, daar ben ik nog steeds mee bezig. Dat is echt lastig, joh. Dat is wel lastig, maar het is leuk. Dus ik heb er net even 10 minuten achter gezeten, maar Kom wel goed, ik ga dat even regelen. Er zijn een paar dingen die ze moeten hebben voor mij, dus dat moet ik even gaan regelen. Mijn gegevens moeten ze hebben voor me, van mij, dus over de afgelopen jaren. Dus die moet ik even regelen, dan stuur ik die op en dan krijg ik van hun een code of zo. En dan kan ik die code invoeren in bol.com van de website die ik gekregen heb. En dan kan ik mijn product online zetten. En wat ik vandaag nog meer ga doen, is nog meer mailtjes versturen. Ik ga proberen te bellen. Eigenlijk heb ik het liefst bellen, maar heel veel van de nummers die ik bel, die nemen niet op. Dus ik denk, ik stuur gewoon een mail. En dan is het gewoon goed. Dus dat komt wel goed. Ja. Ik ben zo blij en zo chill. Oh jongens, ik heb er zo zin in, jongen. Al die nieuwe dingen die komen zijn zo geweldig, jongens. Echt. Oh. Het zijn zulke mooie, mooie dingen. Maar ik mag het niet zeggen. Ik kan het niet zeggen. Ik kan niet zeggen wat het zijn. Maar het zijn mooie dingen. Dus, weet je. Jullie gaan het wel leuk vinden. Jullie gaan het echt leuk vinden. Het zijn moderne dingen. Mooie ontwerpen. Geweldige ontwerpen. Dus dat is leuk. Die kerel waarnaar ik ze opstuur in China. Die is aan het bekijken en kijken wat allemaal mogelijk is. Om ze te laten maken. En wat het goedkoopst uitpakt. Dus dat komt wel goed. We gaan kijken of het wat wordt. De ontwerpen die niet kunnen, die ga ik even proberen hier in Nederland te doen. Dus ik hoop dat we wel aardig wat kunnen. Het zijn over 30 ontwerpen of zo. Daar ben ik al 4-5 maanden mee bezig of zo. Ja, 4-5 maanden ben ik al bezig met ontwerpen. Dus dat wordt wel leuk. Jongens. Energy, man. I got energy. Ik heb er zo'n zin in, jongen. Even eens pakken. Even kijken. I got some white. Ik heb zo'n kind wit. Logo. Logo hier zo. And then the man. That inspire a lot of people. On the front. Oh, jongens. Echt een mooi petje, ik ben echt blij met die petten. En ze verkopen op zich. Op zich verkopen ze goed, maar niet zoals ik ze wil. Niet zoals ik wil dat ze verkopen. Ik verkoop per week
Als ik echt mijn best doe, verkoop ik er 20, 30 per week. Maar ja, dat is als ik mijn best doe. En ik moet meer mijn best gaan doen, blijkbaar. Dus dat komt wel goed. Maar leuk. Ik heb nog andere ontwerpen van petten die ik ook ga laten maken. Dus er komen ook nieuwe ontwerpen binnen. En waarschijnlijk komen er ook nieuwe ontwerpen binnen met de Sanfam Nation op de cap in plaats van de afbeelding van Steve Jobs. Maar dan komt er de Sanfam Nation komt erop te staan. De logo is de knop. Die blijft gewoon hetzelfde op de cap. Dus dat wordt wel leuk. Maar er komen. Ja. Ik heb nu een kleine preview gegeven eigenlijk. Ik heb eentje gezegd. Maar deze kan wel. Is niet zo erg. Maar de ontwerp van de pet blijft wel een beetje hetzelfde. Het is gewoon simpel. Eigenlijk blijft het ontwerp van de pet hetzelfde. Alleen de afbeelding die op de cap komt. Is. Is een woord. Heel simpel. De Sanfam Nation. Die komt erop te staan. Op een van die petten. Ik weet niet wanneer ik die laat maken. Maar ik heb daar al mijn ontwerp van. Dus ik ga even kijken wat mogelijk is. Bij de jongens in China. Bij de producent. Dus dat is wel leuk. Gaan kijken, overleggen wat allemaal mogelijk is. Ik ben zo blij met dat pet eigenlijk. Het is mooi, hè. Echt een mooie pet. Mooie kwaliteit. Het gaat nog niet zoals ik wil dat het verkoopt, maar dat komt wel. Alles op zijn tijd. Tijd zat. Dus ja, komt goed. Happy with this shit, man. Happy with this shit. You have absolute control over only one thing. And that is your thoughts. This is the most significant and inspiring of all facts known to humans. This ability to control your thoughts is the sole means by which you may control your own destiny. If you fail to control your own mind, you may be sure you will control nothing else.